Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Een aantal weken geleden had ik een video gepost en ik zal een link straks een eindje verderop in de video plaatsen. En die komt dan daar rechtsbovenin te staan. Waarin ik een draaitafel had gemaakt waarmee je daar een object op kon zetten, draaien, eventueel dat object dan filmen, om iets aan je gebruikers voor te stellen. Maar met name ook om photogrammetry te kunnen doen. En photogrammetry, ook daarover heb ik een video gemaakt, ook daarover komt straks de link rechtsboven in beeld te staan. Dat doe ik in het tweede gedeelte van deze video. Photogrammetry is de techniek waarbij je met foto's een object 3D printerbaar kunt maken. Printbaar dus. En eigenlijk wil ik in deze video u het gebruik van deze draaitafel demonstreren. Dat ga ik ook doen, zo meteen. Echter, deze video gaat helemaal mis. Dat is even voor de grap. En dan kan je natuurlijk op zo'n moment zeggen dat als het misgaat, als zaken misgaan, kan je zeg maar zeggen van, joh, dan maak ik er geen video over. Dat is makkelijk. Hè? Dan zien de mensen ook niet dat je af en toe faalt. Hè? Maar dat is goedkoop. Wat er gebeurde, was dat zeg maar het resultaat van de photogrammetry, dus die draaitafel, dat werkt verder prima, niks aan de hand. Alleen het resultaat van die photogrammetry, dat is niet in orde. Daarover straks meer aan het eind van de video. Eerst ga ik een stuk laten zien van hoe dus die draaitafel werkt. Dat is verder prima in orde, niks mis mee. Echter, het object wat ik probeer te kopiëren, dat is een ander verhaal en daar kom ik straks op terug. Maar nu eerst even de video om te laten zien hoe die draaitafel werkt. Nou, alvast daarmee veel plezier en tot zometeen aan het eind daarvan. Zo, we gaan even proberen om de draaischijf te gebruiken, de nieuwe draaischijf. We hebben hier een poppetje van Urbanus van Anus. En nou gaan we 50 foto's maken. Je kunt misschien zien dat ik er een doos achter heb gezet met wat witte papieren erop geplakt. De reden daarvoor is dat zeg maar de foto's de witte achtergrond krijgen. En zodat er geen andere dingen als alleen maar die witte achtergrond is, maakt het proces iets gemakkelijker. Vanaf dit moment ga ik foto's maken. Ik ga ook tellen. Ik heb 50 foto's nodig, dus vandaar dat ik ga tellen. Als u mij hoort tellen, dan weet u waar dat door komt. Hij staat op dit moment in de laagste stand. Straks ga ik de camera hoger zetten, zodat ik ook foto's vanuit andere hoeken kan maken. Dit is foto nummertje 1. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. 9, 10, 11, 12 en 13. Dan gaat hij nu een stapje hoger. Dus ik ga even de camera eraf halen. En dan ga ik even mijn houdertje ietsjes hoger plaatsen. Zo. En dan gaan we weer verder. 14. 15. 16. 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 foto's gemaakt. Dan gaan we nog een leveltje hoger. Zevenentwintig, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nog 11 foto's, we gaan nog één leveltje omhoog. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, 10 en 11. Dat waren 50 foto's die ik gemaakt heb. En die ga ik in de software dus verwerken tot een 3D printbaar gebeuren. En boven in beeld, rechtsboven in beeld van de video, daar dus zult u een link zien naar een eerdere video die ik heb gemaakt waarin dit proces uitgebreid beschreven wordt, vandaar dat ik dat nu niet ga filmen. Wel straks het 3D geprinte object, dat gaat u te zien krijgen. Maar de video over photogrammetry, want zo heet dit, die gaat u middels die link hier bovenin te zien krijgen. Urbanus van Anus. Overigens de video naar het maken van de draaischijf. Ook daar hebben we natuurlijk een video van gemaakt. En ook die zal ik u boven in beeld gaan laten zien als klikbare link. Zometeen ben ik bij u terug met het resultaat als we gaan printen. Zo, daar zijn we weer. Je hebt gezien dat we probeerden een beeldje van Urbanus, zeg maar, via photogrammetry te kopiëren. Ik ga het resultaat laten zien, niet schrikken. Het resultaat. Even beter voor de camera houden. En dat lijkt aardig, maar dat is een rommeltje geworden. Als we hier kijken naar die broeken en zo, het is een en al bobbels. Het lijkt wel alsof Urbanus de builenpest gekregen heeft. Ik weet, dat was in de middeleeuwen. Ik zal de echte Urbanus er even naast houden. Ja, die kleuren die moet je natuurlijk wegdenken, hè, want in kleurprinten dat is een wat ander verhaal. Maar het resultaat is hopeloos. Hè. Waar dit hier glad is, hè, die broek van Urbanus, is dat hier net een
knollenveld, zeg maar even. Hoe komt zoiets nou eigenlijk? Want dat is misschien dan wel leuk om gelijk in deze video mee te nemen. Want in die video die ik gemaakt heb over photogrammetry, daar is het Hosanna en Hosé. En in dit geval, met hetzelfde programma, Zephyr, werkt het dus niet. Nou, de reden daarvoor zit hem eigenlijk in het object wat ik kopieer. Het eerste wat we daar zien, en dat zien we eigenlijk meteen al, er zitten glinsterende vlakken op. Dus die boek die is, ja, die glanst, zeg maar. En dat zorgt ervoor dat, zeg maar, die foto's die uiteindelijk verwerkt moeten worden in dat programma om daar een 3D mesh van te maken, dat die foto's problemen gaan krijgen. Dus om te beginnen zou je moeten proberen bij photogrammetry glanzende vlakken te vermijden. Tweede is, het zijn grote vlakken met één kleur. Het blauwe shirt, de rode broek. En dat zorgt ook voor problemen. Dus hoe meer kleurschakering er is, hoe beter dat in feite is voor de foto's die je maakt om die photogrammetry te gaan doen. Nou, het was in dit geval zo erg dat, zeg maar, het programma Zephyr, waar mijn andere video over gaat, nou, wat die hiervan maakte uiteindelijk was werkelijk helemaal niets. Daar kwam iets uit als een soort opgevouwen vliegtuigje waarvan je af en toe de rode en blauwe kleuren zag van Urbanus. En dat was het. Ja. Gelukkig staat ook deze wereld niet stil. Je kunt overal 3D-scanners kopen. Ik zou dat niet doen, want photogrammetry is echt de weg om te gaan. En er zijn heel veel gratis programma's. Dus ik heb gegoogeld en ik heb een ander gratis programma gebruikt om in elk geval in staat te zijn om dit object hier te maken. Let vooral niet op zijn petje bovenop. Het is echt droevig. Het is heel droevig. Maar goed, het is niet anders. Hij is er wel uitgekomen en dat is al heel wat, want Zephyr kwam er niet uit. Zephyr kreeg dit niet tot een object geproduceerd. Het andere programma, met een beetje pijn en moeite, lukte dat uiteindelijk. En vandaar de slechte afdruk van Urbanus. Zo op een afstandje lijkt dit nog iets, maar van dichtbij in de hand, ik kan je vertellen, het is net, ik weet het niet, het Zwitserse kaas, zou ik het maar gaan noemen. Je kan ook, zeg maar, zeggen van dat ligt aan photogrammetry, want photogrammetry is natuurlijk ook wel een techniek natuurlijk. Hè? Dat ben ik dus niet met je eens. Ik heb hier een origineel. Een hele mooie beer. Je ziet heel veel verschillende kleuren. Ja? Ook veel contouren, dus het is ook niet glanzend, het is dof. Deze is dus een van die voorbeelden die dus via photogrammetry dit resultaat hier opgeleverd heeft. Ik zie het zelfs, het geitje hier in de arm, onder de arm van de beer. Geweldig product dus. En dit is dus wel met Zephyr gemaakt. Dus met andere woorden, het heeft echt te maken met het object wat jij gaat printen, wat jij gaat proberen te kopiëren, zeg maar. Is dat glanzend zoals Urbanus? Is dat wat meer gekleurd en wat doffer? Zoals onze beer hier. Dan zeggen we, ja, photogrammetry, dan kun je dus kleine objecten kopiëren. Nee, no go. Je kunt ook grote objecten kopiëren. En daar heb ik een heel klein voorbeeldje van en dat zal ik u zo meteen laten zien. Ik was een jaar of 3 geleden met mijn familie, beter gezegd mijn broers en mijn zus, en aangetrouwd, waren we in Leiden een weekendje, nog voor de corona-periode. Daarbij gingen we op zaterdagochtend naar het Oudheidkundig Museum in Leiden. En daar staat in een zaal, het was vrij rustig zaterdagmorgen, hè, nu of 10, vrij rustig. Daar staat in een zaal, staat heel veel Griekse kunst zelfs Romeinse kunst. En midden in een zaal staat daar een beeld van ongeveer een meter hoog, misschien zelfs wel iets hoger. En dat stelt de goden, de godinnen, de godessen Hecate voor. En mijn broers die keken me raar aan toen ik daar met mijn iPhone toen de tijd nog gewoon eventjes een lading foto's omheen ging maken. Bij photogrammetry ga je om het object heen foto's maken, het liefst op verschillende hoogteniveaus. Zodat je het hele object overlappend in beeld kunt brengen. En bij Zephyr, wat ik gebruik bij Zephyr, maximaal 50 foto's kan ik daar gebruiken. Ik heb gemerkt dat in die gratis software die ik nu voor het gebruikt heb, Visual
FSM geloof ik dat het heet. Zoiets. Nou, dan kan ik wel 200 foto's gebruiken als ik dat wil. En hoe meer foto's, hoe meer resultaat. Laat dat duidelijk zijn. Maar zelfs met 50 foto's. Ik heb daar dus omheen gelopen. Er was gelukkig geen controle in die zaal. We waren daar ook alleen met mijn broers. En mijn zus die was inmiddels al aan koffie drinken. En ik ga die foto's maken. En mijn broer zegt van, joh, wat jij dan aan het doen? He? Pas maar op dat ze je niet pakken hier in het museum. En toen zei ik van, nou, ik zei, luister. Zo en zo is het geval. Ik wil foto's maken en ik wil dat eigenlijk gaan 3D kopiëren. En mijn broer zei, dat lukt je niet. Nou, let op. Dit beeld staat dus in het Leidse Oudheidkundig Museum op ware grootte. Ik heb dat via photogrammetry gefotografeerd. 50 foto's. Dat verwerkt in software. Kijk daar dus gerust voor naar de video waarvan ik eerder de link geplaatst heb. Vervolgens heb ik dat verkleind en dat heb ik 3D geprint. En je kunt zelfs, als je goed kijkt, de gezichtstrekken van de godinnen zien. Waanzin. Dus toen ik dit een paar weken later bij mijn broer onder zijn neus duwde, toen zei hij van, wauw, ongelooflijk. Nou ja, en datzelfde wilde ik dus gaan doen met Urbanus. Yakiba. Nogmaals, oorzaak dus. Het object wat ik wilde kopiëren. Grote vlakken, blauw, rood, glanzende vlakken. Ja. En dat maakt het een heel stuk moeilijker. Het maakt dus echt uit wat voor een object je wilt gaan kopiëren en later 3D wilt gaan printen. Ik wou je ook deze mislukking van mijn kant dus gewoon niet onthouden. Want ook bij mij gaat er wel eens een keer wat mis. Geen zorg, geen enkel probleem. Moet kunnen, moet je ook mee om kunnen gaan. Ik hoop dat je het leuk vond deze video. Het ging natuurlijk over die draaischijf, maar dit was wel een leuk bijkomstig probleem waardoor ik nog iets extra kon uitleggen aan je vandaag. Tot de volgende keer, blijf gezond. En dan hoop ik je weer te zien als we weer een video maken, oftewel over chocolade 3D printen, oftewel over CNC frezen, of misschien ook wel weer over Urbanus. Je weet het nooit. Dag.